Het leuke is dat je even iets anders kan doen dan je werk. En het is op zich iets wat je best wel lang of kort kan doen. En je kan ook gewoon even een half uurtje bouwen en dan ben je ook al even bezig geweest. En wat, ja, het leukste is dat je kunt eigenlijk alles wat je bedenkt, kan je bouwen. Dus er zijn zoveel steentjes en kleurtjes. En eigenlijk kun je niet zo gek genoeg bedenken of je kunt het bouwen. Ja, ik denk dat zeker sinds COVID mensen weer meer tijd hadden en nieuwe uitdagingen zochten die je vooral ook thuis kan doen. En ja, dan denk ik dat speelgoed en vooral Lego natuurlijk iets is wat je thuis lekker zelf kan doen. En zo pakte ook Arne Diles zijn jeugdhobby weer op. Met succes, want zijn zelf nagebouwde Fantasia-waterbaan viel op. Ja, dat is een van de dingen geweest die opgevallen waren, waardoor ik uiteindelijk de vraag kreeg of ik mee wilde doen naar Lego Masters, of in ieder geval over na wilde denken. Dus daar ben ik al heel trots op dat dat de uitkomst is geworden. Met name de vorm van de baan, dat die toch wel schuin en haaks op de rest van het Lego bouwwerk staat en toch wel goed aansluit, mooie glooiing heeft. Dat was toch een van de moeilijkere dingen op dat moment. Uiteindelijk haalde hij de finale van het programma en heeft hij naast zijn baan als internist in het Ficurie ziekenhuis in Venlo een eigen bedrijfje waarmee hij zelf Lego-bouwwerken ontwerpt. Voor relatiegeschenken of andere creatieve toepassingen. We kijken naar het stadhuis van Roermond. Het is al, in ieder geval de voorgevel is zo goed als af. Ik was nu nog bezig met het carillon. Ik bouw digitaal met een computer en vervolgens bestel ik wat ik nodig heb en dan mag ik het een tweede keer bouwen. Voor een maand of twee moet het klaar zijn. Het komt te staan op een van de grootste Lego-beurzen van de Benelux in België in Geel in november. Dus toch tijd om te bestellen, denk ik.